Allee, kom aan, Joachim. Ja, dankzij het bietensap zullen jouw sportprestaties een pak verbeteren. Oké, dan. Bama, zeg jij zeker dat dat werkt? Ik bedoel, mijn kathedraal van een lichaam verdient wel alleen maar het beste, hè? Ja, Jean-Claude Van Damme. Gelooft je me niet of zo? Wacht, we zullen het anders even navragen bij de professor in de inspanningsfysiologie, Peter Hespel. Dag, Sofie-Jo. Dag, professor. Hallo. Mr. Olympia hier wil weten waarom het bietensap de sportprestaties kan verbeteren. De kern van het antwoord draait eigenlijk helemaal rond nitraat. Planten hebben nood aan nitraat om te groeien, om te overleven, eigenlijk voor de gezondheid van de plant. En wanneer planten groeien, gaan ze via de wortels nitraat opnemen. En een aantal planten zijn ongelooflijke kampioenen in het opnemen van nitraat in de vrucht of in de blader. En dan denken we in eerste instantie aan bijvoorbeeld rode biet en aan rucola. Nu, als je een prestatie in de sport wil verbeteren via rode biet, dan zou je eigenlijk 200 à 400 gram rauwe biet moeten eten. En dat zal verschrikkelijk zwaar op de maag liggen. Vandaar dat men van de rauwe biet sap maakt. En dan kan je met 200 à 500 milliliter rode bietensap eigenlijk je prestatie verbeteren. Wanneer je rode bietensap gedronken hebt, zal de concentratie van nitraat in je bloed gaan stijgen. En 2 à 3 uren later stijgt ook de nitrietconcentratie in je bloed. En het is net die verhoging van de nitrietconcentratie die ervoor zorgt dat de concentratie van stikstofoxide, NO, in je bloed gaat vermeerderen en uw mitochondriën in uw spieren ertoe aanzet om efficiënter met zuurstof om te gaan. Oeh, en net daarom kan je in uithoudingscompetities een betere prestaties neerzetten. Hoop alsjeblieft niet dat er enorm grote prestatieverbeteringen zijn. Op een marathon van 3 uur mag je rekenen op een tijdsverbetering van 2, misschien 3 minuten, maar ook niet meer dan dat. En professor, zit er in alle bieten dan evenveel nitraat? De hoeveelheid nitraat die planten absorberen via de wortels uit de grond is eigenlijk afhankelijk van hoe snel ze groeien en hoe lang ze op het land staan. En typisch is dat planten snel groeien in de zomer en dan gaan ze weinig nitraat bevatten en traag groeien in de winter, zoals winterbieten. En het zijn net die winterbieten met heel veel nitraat die we willen gebruiken om sap te maken, om met ongeveer 300-500 milliliter sap voldoende te hebben om je marathontijd te verbeteren. Bedankt, professor. Graag gedaan, Sophie Jones. Tot ziens. Voor meer lifehacks, check kuileuven.be/lifehacks.